Monster Monster naar naar de de mol. mol. Hoi en welkom bij een nieuwe video over Wie is de Mol. Ik ben zojuist bij WDM TV langs geweest en die video die komt later deze week. Maar ik wil eerst even een theorie delen. Deze theorie komt van Isha en die gaat over de Wie is de Mol app. Deze verklapt namelijk misschien wel de laatste drie. We beginnen bij Ron. Dan draaien we naar de volgende afvaller. Dat was Jean-Marc. Draaien we dan nog verder, komen we bij de afvaller van aflevering 3. Dat is Bella. Telkens slaan we twee kandidaten over. En dan komen we bij de volgende afvaller. Dat zou dan Ruben zijn. Draaien we weer twee kandidaten verder. Die nog in het spel zitten, kom je uit bij Jan. Weer twee kandidaten verder die nog in het spel zitten, kom je uit bij Simone. Weer twee kandidaten verder en kom je uit bij Emilio. Dan houden we dus uiteindelijk nog drie kandidaten over. Zouden dit de laatste drie zijn in het spel? Olcay, Loes en als laatste Stine. Maar ja, wie van die drie is dan de mol? Wat denken jullie? Is het een theorie die wel zou kunnen kloppen? Zou de app inderdaad zo de laatste drie verklappen? Laat het even weten in de reacties hieronder. Vergeet ook niet te abonneren. En tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Monster Monster naar de naar de mol. mol.